Je hebt het misschien wel of niet meegekregen, maar momenteel is het een klein beetje rotzooi wanneer het aankomt op EA en FIFA. FIFA is namelijk recentelijk gehackt, en dan heb ik het niet over de game zelf, maar wel over iedereen die op Twitter aanwezig was. om als een soort van spraakpersoon van EA aanwezig te zijn. Dus denk daarbij aan de community managers en aan de andere mensen die aan EA verbonden waren. Die waren allemaal gehackt, en vanaf daar is het complete radiostilte geworden. Ze zijn compleet offline, hebben alle tweets verwijderd, er is niks meer. Van ze vernomen, eigenlijk sinds die paar dagen sinds ze gehackt zijn. En daarom hebben we eigenlijk als spelers ja, gemeenschap helemaal geen touw vast te knopen wat er momenteel aan de hand is. Maar gelukkig hebben we wel een klein beetje aan afwisseling. wanneer het aankomt op content. Want er is namelijk naast de World Road to the Final. Eindelijk de release gekomen van de tweede set van iconspops. Dit betekent dat we dan nu eindelijk de keuze kunnen maken over welke icon wij aan ons team willen toevoegen. Maar sommigen hebben gekozen voor Pep Guardiola, sommigen ook voor JJ Okocha. Wat ik persoonlijk niet zou begrijpen, maar er zijn altijd mensen die zo'n JJ Okocha pakken. Maar er zijn waarschijnlijk ook heel veel mensen die niet gevallen zijn zoals ik voor deze eerste 12. Maar te gaan kiezen voor de wat grotere, dus Roy Keane, Rivaldo... Uh, denk aan Manuel Rui Costa, Rio Fernand heb ik veel gehoord. Zanetti is voor veel mensen een heel populaire keuze. Ook enkele die een uh, standaard icon pack hebben gekozen. Waarbij blijkbaar je dus ook mid-icons kan krijgen. Het is oprecht ook zo dat je hier uh, mid-icons uit kan krijgen. Ik zag iemand op Reddit die kreeg middel van 95 algemeen uit dit standaard icon pack. Dus dat heeft EA ook weer heel goed aangepakt. Maar ja, uh, profiteer ervan zou ik zeggen. Je kan dus een best goede mid-icon krijgen als dat nog niet gefixt is, waarvan de aanwezigheid bestaat. Dat dat al gefixt is. Maar zoals je ziet heb je voor veel goede icons ongeveer 17 tot 19 swaps nodig. En pas echt voor een Didier Drogba heb je er 23 nodig. Nu zou ik zelf niet voor Drogba gaan. Tenzij je echt een enorme Chelsea-fan bent. Als je Milo heet, dan snap ik dat je Drogba gaat halen. Maar hij lijkt met zijn 70-lenigheid gewoon in deze meta en hoe FIFA speelt niet echt nooit goede icons. En zou ik ze eerder gaan voor de wat andere opties? Ook niet Owen, dan moet je 20 icon swaps verhalen. Ik zou lekker Butre Wenjo doen. Hugo Sanchez heeft een slechte foot. Steven Gerrard is chill. Zijn standaard icon pack is zelfs best goed. Javier Zanetti, Vue Ferdinand. Of zoals ik al in een eerdere video heb laten zien, is ook Roy Keane een heel erg goede optie. En kan je daarmee ook nog voor een tweede icon gaan. Maar toen kwam dus de tweede set aan icon swaps uit. En eigenlijk werd dat ontmoet met een aardige dosis aan kritiek omdat ze deze keer toch wel een stukje moeilijker zijn dan dat ze eerst waren. Ja, natuurlijk ook de road to the final van Mbabu ze ook wel halen. Want Wolfsburg gaat, denk ik, door een Europa League. En dan krijgt Mbabu Ed een ongelooflijk zieke kaart. Die gaat naar een 84 algemeen, geloof ik. En daarna naar een 36 algemeen. En dan krijg je echt een zieke rechtsback. Die misschien wel tot aan team of de season te gebruiken is. Dus haal hem zeker. Ik moet nog zelf dat ook gaan doen. Ik heb er nog een aantal dagen voor. Maar hij lijkt mij heel chill om toe te voegen aan je elftal. Maar het draait in deze video natuurlijk om de icon swaps. We gaan even kijken naar de single player en de icon swaps online, en ik ga uitleggen in deze video hoe je ze het beste en het meest efficiënte kan halen om daarmee dus zo snel mogelijk die uh, echte top icon te halen. Vergeet dus niet alvast om de video te liken en dan gaan we door naar de icon wissels single player die doorgaans iets beter te doen zijn. Dan uh, de online, omdat die toch wel wat moeilijker zijn. Omdat mensen online altijd zweten. Of je krijgt in rivals dat mensen serieus proberen te spelen met de nieuwe teams. En dat je daarmee dus met jouw 5 en zeldzame team van spelers en een tradables aankomt kakken. Waar je eigenlijk helemaal niks mee kan. En dat je dan compleet afgedroogd wordt. Dus ik ga doen het icon wissel single player. En deze zijn best wel vanzelfsprekend. Je moet dus uh, weer zes squad battles winnen op Met uh, drie verschillende competities. De Mexicaanse league, de Portugese league. En de Turkse league. Deze hoeft algemeen goed te doen. Voor de Liga NOS raad ik aan om die Jesus Corona te halen. Die kan je voor 10k halen. Heb je dus een speler van de Europa League Road to the Final? Uh, niet dat die heel ver gaat komen. Want ik denk namelijk dat Porto niet doorgaat. Tenzij uh, of Young Boys of Final enorm enorme gaat choken. Denk ik dat uh, Porto niet doorgaat. Want ze momenteel gewoon heel slecht spelen. Maar alsnog Corona 10k. 5 sterren skill, 5 sterren weak foot. Goede optie om hem dus te halen. Kan je die meteen gebruiken voor deze uh, Liga NOS objective. Maar dit. Een stukje lastiger. EFL Championship. Je moet dus vijf Squad Battle Wedstrijden winnen op legendarisch. Dat is dus wel eventjes andere koek dan Wereldklasse. Dat dus is veel moeilijker. Ja, de. Daarom is het ook legendarisch. Maar het moet dus met elf Championship spelers. En dan moet je eerst eens kijken wat je überhaupt qua Championship spelers in je club hebt. Ik denk dat veel mensen niet eens zo heel veel kaarten van de Championship in hun club hebben. Ik ben zelf aan het kijken. Ik heb er denk ik ook net elf of zo. Dus ik moet ook flink gaan strijden om die challenge te halen. Dus ik ga je nu uitleggen hoe ik het ga doen en hoe je toch. Een stuk makkelijker kan halen dan je misschien alvorens zou denken. Als je het namelijk nog niet wist, kan je nu tegenwoordig een tegenstelling tot eerst meteen je tegenstanders updaten wanneer je ze gespeeld hebt. In de vorige FIFA's moest je 24 uur wachten, dan kon je één keer je tegenstander verversen. En daarna moest je uh, opnieuw dan weer die vier potjes spelen en moest je weer 24 uur wachten. Nu kan je ze meteen updaten en je ziet hier dat mijn eerste tegenstander een beoordeling van 65 heet en een teamgeest van 32 dit team is simpelweg gewoon niet goed. En als je daar op legendarisch tegen speelt, moet je daar best van kunnen winnen. Zelfs bij de Champions League team of een Championship team met alleen maar Silvers. En wat ik dan aangaat, is dat je dan die wedstrijd speelt en met een beetje geluk. Net als ik, is dat tweede team net zo slecht. Dan heb je al twee potjes van de zes gehad, of van de vijf, heb volgens mij maar nodig. En deze twee betere, die kan je dan meteen doen met de wat betere teams. Denk aan de Liga NOS. Denk aan die Mexicaanse League. Als je daar een beetje een goed team in hebt, kan je deze ook best aanpakken op wereldklasse. En dan kan je daarna je tegenstanders updaten Dan kan je dit waarschijnlijk opnieuw doen. Je kan dus me niet vergissen, 8 of 10 keer je tegenstanders updaten. dat betekent dat je minimaal 8 keer tegen een tegenstander komt van deze klasse. Dus met 30, 40 teamgeest en een lage rating. Dus ik raad aan als je die icons wat gaat doen, dat je sowieso de singleplayers doet. En dat je dan de twee moeilijkere doet op wereldklasse met de goede teams. En dat je voor de echt de championship objective op legendarisch dan de twee slechte teams pakt. En dan moet je dat in principe wel kunnen doen. Het gaat zeker niet makkelijk worden tegen de computer spelen. Blijft altijd lastig. Maar als je het op deze manier doet dus de goede op wereldklasse en de slechte op legendarisch dan is het in principe te doen. En dan kan je die vier icon swaps van de singleplayer halen. En dan heb je er 16 in totaal. Waarmee je al Roy Keen Prime kan halen, bijvoorbeeld. En dan nog maar 3 hoeft te halen voor Butrek Wenyo of voor de echt. Echt ziek goede. En dan komen we bij de online icon swaps. Nu dus zijn deze ook wel oké okay te doen. Deze waren er de vorige keer ook. Dus uh, vier rivals strijden winnen met de beste competities in de wereld. Dus denk aan de Bundesliga, uh, de La Liga, de Serie A, de League. Uh, dit is in principe goed te doen. Je hebt van iedere league vast wel één goede untradable speler. Of ja, eerste eigenaar zoals het genoemd wordt. Bijvoorbeeld ik heb bij de Premier League heb ik Salato laas gepikt. Uh, je hebt die Osimhen van de Player of the Month van de league. Uh, je hebt daarnaast ook Ben Yedder die waarschijnlijk Player of the Month wordt die je gedaan hebt of je hebt sowieso die Osseman wel gedaan, van de La Liga heb je een paar kaarten. Je snapt al wat ik bedoel. Je hebt altijd wel vijf of zes of zeven die je al je club hebt. Moet je misschien eentje kopen en dan kan je aan je team sowieso in-game drie wissels maken. Het draait namelijk om de startselectie. Voor de mensen die dan het niet wisten: als je dus in je eerste selectie zeven startspelers staat, is het goed. Dan kan je vervolgens van die zeven starten, dus nog drie wisselen in-game, zodat je dus in totaal eigenlijk maar vier. Eerste eigenaar spelers, daadwerkelijk in je team hebt. Maar dan krijg je deze. En ik dacht eerst dat die best moeilijk was, maar het valt op zich nog mee. Dus win 5 rival's wedstrijden met 11 UCL spelers in de basis. Dat kunnen dus gewone kaarten, zeldzame kaarten en road to the final kaarten zijn. Dus als je road to the final kaart hebt, dan zou ik zeggen gebruik hem, want ja, anders zou het zonder zijn. Ik heb uiteindelijk dit team in elkaar geflansd, omdat ik wat geluk had met de kaart die ik gekregen had. Ik had bijvoorbeeld Salah al gepikt als een tradable kaart. Nou, tel uit je winst. Hetzelfde met Walker. En de had ik allemaal in mijn club. En daardoor moest ik maar een paar spelers kopen. Zoals dus je ziet, deze Muriel heb ik 2k voor betaald. En deze Lautaro Martinez heb ik 750 coins wel voor betaald. Douglas Costa al gepakt En zo heb ik dus dit team van 11 spelers. Waarvan ik er sowieso 3 kan wisselen. Dus wat ik ga doen, ik ga in-game dus met deze 11. En dan ga ik uiteindelijk 3 van de zwakste schakels. Dus dat zijn dan uh, deze Castagne... En daarnaast ook die Maximovich ga ik wisselen met lang Nee, mag. En dan ook nog Mertens als extra wissel. Daarmee moet het in principe te doen zijn om die Rivals-wedstrijden te winnen. Omdat veel mensen nu in het begin allemaal die objectives gaan doen. Dus als je van plan bent om die icon objectives te doen, zou ik het aanraden dat deze week al zoveel mogelijk te doen. Nu heb je namelijk nog veel mensen die voor die Politane objectives zijn uh, aan het spelen zijn. Of die Icon zoals aan het doen zijn. Dus dan heb je meer kans om in Rivals te winnen. Helemaal als je in een wat minder goede divisie zit. Dus ik ga aan om te kijken welke spelers je van de Champions League of in je club hebt. Ze tellen allemaal, dus normale, zeldzame en Road to the Final. Zet die in een team, kijk wat je kan linken. En dan moet je kijken wat de zwakste schakel is. En dan kan je daar eventueel een paar nieuwe teams of een paar nieuwe spelers omheen kopen. En stel nou dat je eigenlijk nog bijna geen goede kaarten hebt van de Champions League. Dan raad ik aan om deze Road to the Final SBC te doen, de beslissende speler. Dan krijg je namelijk een UCL 3 players pack voor. En heb je sowieso al wel kans om een paar goede kaarten te krijgen. De SPC is niet moeilijk. Je moet zorgen dat je kijkt van welke club je al een paar spelers hebt. Ik had dus een aantal van PSV, van Real Betis en ook van Hertha. Dus daarmee kon ik dit best makkelijk halen. En krijg ik daarmee dat UCL 3 players pack. Eén kaart die van de sowieso zeldzaam. We gaan eens dus kijken of we ook een te krijgen. Dat krijgen we zo te zien niet. Dat is wel jammer. We krijgen een boordenkaart. Dat wordt een Fransman. Dan krijg je een centerback. En die kon we dan misschien gebruiken. Maar het wordt dus allerbeste helaas. Uh, ja, Zagadoe waar je niks aan hebt. Maar misschien heb jij meer geluk. Maar ik ga Moting, Junior Moraes en uh, Zagadou nou niet echt gebruiken. Maar ik heb gelukkig dus al, zoals je net zag, een heel team klaar liggen. Lang vooral kort: ik denk dus dat de UCL Objective best goed te doen is. Deze 5 rabels wedstrijden kan je best halen. Helemaal aan het begin als iedereen met deze objectives bezig is. Alleen ik denk dat deze echt een heel stuk moeilijker wordt. Je moet hiervoor 4 wedstrijden winnen met 11 eerste eigenaarspelers. En dat wordt dus een heel erg puzzelwerk, omdat je nooit 11. Eerste eigenaarspelers zijn van één competitie of één nationaliteit die je goed met elkaar kan linken. Je hebt altijd wel een paar goede. Je hebt vooral spitsen, waarschijnlijk zo'n osi Nogmaals zo'n Corona of zo. Een paar van die aanvallers, Piquet misschien. Maar die zijn compleet niet met elkaar te linken. Dus je moet proberen een team te vinden met 11 kaarten die je al je eigen club hebt als eerste eigenaar. En die moet je dan ook nog op redelijk hoge camp krijgen. En je mag er maar drie wisselen. Dus je moet met acht eerste eigenaarspelers in je selectie blijven spelen voor 90 minuten. Ik denk oprecht dat dit de moeilijkste objective is. Ik zou deze pas als allerlaatste doen. Tenzij je heel veel goede eerste eigenaarsspelers hebt. Ik heb er vast wel een paar, maar ja, ik heb best wel veel packs geopend. En dat zullen veel en niet hebben gedaan. Zelfs de allerhoogste icon, Drogba, heb je er 23 van nodig. Mag je dus eentje skippen. Dus ik zou eigenlijk als ik er eentje moet skippen, deze doen. Want hiervoor moet je 5 gaat winnen met 11 Braziliaanse spelers. Die kan je gewoon kopen. Het zal best duur zijn, maar is goed te doen. Want er zijn genoeg goede Brazilianen. Deze ook goed te doen was de vorige keer ook prima. Het kost wel aardig wat frustratie, maar ze zijn niet onmogelijk. En zoals ik net had uitgelegd, is ook deze UCL-objective goed te doen. De iconswaps singleplayer, net uitgelegd. De championship moet je doen met de slechtere tegenstanders. Met de betere tegenstanders moet je deze competities gebruiken. En dan zo snel mogelijk verversen als je al die wedstrijden gespeeld hebt. En zo kom je dan aan je 12 iconswaps en kan je daarmee. Jouw welverdiende icon vrij spelen. Denk er dus goed over na of je de icon pack gaat doen. Je kan dus namelijk de mid-icons er ook uit krijgen. Tenzij ze dat gaan fixen. Ik denk het alleen niet. En dat je dan daarmee dus ook een mid-icon kan krijgen. Is ook een prima optie. En anders ben ik heel benieuwd wat jullie gaan doen. Ik moet dus voor Roberto Callas gaan grinden. Ik ga dus ook al die 12 objectives doen. Behalve de eerste eigenaar. Want we moeten 11 hebben voor Roberto Carlos en is dat ook goed te doen? We gaan even snel de Jumbo Goldback openen, maar ja, daar krijg ik toch waarschijnlijk niks uit. Ik krijg een Belling, ik krijg een Doelman, dat wordt dan Koen Kasteels. En dan gaan we hiermee de video ook mooi afsluiten. Vergeet dus niet om de video te liken en ook te abonneren als je dit gedaan hebt. Je kunt nu linksboven schermen mee zijn de video zien en rechtsonder een random video die je misschien niet gezien hebt. In het midden vind je dan de abonnee-knop en dan zie ik jullie hopelijk bij een van mijn volgende video's. En tot die tijd zeg ik later mensen.